De derde editie van het Vosteen Koekeroe Festival moet cultuurbehoud bevorderen, zegt Jamal Jansen, vertegenwoordiger van het platform Vosteen Koekeroe Festival, in gesprek met onze nieuwsdienst. Deze editie van het festival wordt georganiseerd in samenwerking met het kabinet van de president. Jansen legt uit dat het festival niet alleen bedoeld is om gerechten op een traditionele wijze te presenteren, maar dat er een stukje cultuuroverdracht plaatsvindt. Cultuur-erfgoedoverdracht. En dat gaan we doen aan de hand van voeding, drank eigenlijk, maar ook een beetje het Surinaams muziek. We gaan het worden dagen van entertainment, dagen van eigenlijk feesten, festival. Omdat we dit project, dit festival eigenlijk jaarlijks terugkeren willen hebben, dat we niet alleen de Surinamers in ons land willen hebben, maar ook de buitenlanders willen kunnen aantrekken met dit festival. Jansen vertelt dat de organisatie dit jaar groter heeft uitgepakt. Het is de bedoeling dat dit jaar veel meer mensen afkomen op het festival dat georganiseerd wordt op 30 en 31 augustus en op 1 september. Het is niet meer op de Orfanktenheidsplein, maar het wordt gehouden uit het Live Entertainment Centrum, voorheen Flamboyant Park. Om eigenlijk ook waarom ook een beetje een bredere doelgroep te kunnen bereiken eigenlijk. Dit jaar is ook anders. Het is niet Vosteen Koekeroe Festival gewoon, maar Vosteen Koekeroe Festival met een twist. Dat wil zeggen eigenlijk, er is aan de hand van de feedback van de deelnemers, van de bezoekers eigenlijk, is er aangegeven dat inderdaad, vroeger bijvoorbeeld, als we een voorbeeld geven van de bruine bonen. De bruine bonen wordt gemaakt eigenlijk, vroeger had je geen blikjes waren, geen flesjes. Dus je moest die bruine bonen voorkoken en dergelijke. En dat zijn allemaal dingen die nog gedaan kunnen worden. Maar natuurlijk worden er enkele moderne dingen gebruikt. Je komt er niet altijd helemaal onderuit om ze te gebruiken. Maar het is wel sowieso vast dat de ondernemers en de chefs eigenlijk ervoor moeten kiezen. Verplicht zijn eigenlijk een beetje om hun één of twee gerechten of meer echt authentiek te maken en te presenteren aan het publiek. Het volledige interview met Jamal Jansen over het Vosteen Koekeroe Festival kunt u morgen op kanaal 12.1 om 8 uur in de avond bekijken.